Mijn naam is Rob Wissink, ik kom uit Naaldwijk. En evenals vorig jaar hebben we voor de eerste keer hier in Schavenzande het NK georganiseerd. En dit jaar gaan we dat opnieuw doen, maar is al heel uit voor de vijfde keer. Dus we hebben dit jaar een jubileum. Die staat er eigenlijk voor, we organiseren een leuke activiteit, in dit geval het kerstdorp bouwen. En diverse sponsors die helpen ons daarbij. Hè. De huisjes worden ter beschikking gesteld en het Westland organiseert het mos wat we daarvoor krijgen ofzo. En de materialen die we daarvan overhouden, daar bouwen we in tot nu toe nog drie instellingen, waaronder de Kreek, Schavenzande, de kerstdorpjes. Zeker omdat we de ruimte mogen gebruiken van in dit geval de Carlton. In Schavenzande hebben we in ruil voor van ja, goh, het is toch een inbreuk op het bedrijf. Hè? Als op een gegeven moment het NK daar is op 1 december, dan staan daar 6 mensen volop in de winkel de boel op zijn kop te zetten. Want die zijn dan allemaal driftig aan het huisjes of dorpjes bouwen. Ja, en dan heb je dan toch een sponsor benodigd en de ruimte voor nodig. En dat is in dit geval de Carlton. En in ruil daarvoor bouw ik jaarlijks hun dorp. Dus de kandidaten, de inschrijving loopt in, die loopt nu nog tot 27 november. En we zitten nu op 10. Maar ja, hoe meer keuze ook natuurlijk. De mensen die schrijven zich in via de site hè, van het NK Kerstdorp bouwen. Daar zit een inschrijfformulier. Dan sturen ze foto's in van de dorpjes die ze zelf gebouwd hebben. Thuis of bij iemand anders. En aan de hand van die foto's wordt dan een oordeel of geveld. Die worden beoordeeld, zeg maar. En daar wordt de keuze uitgemaakt. En die 6 mensen worden uitgenodigd om... Aardig vijf mensen, de winnaar van vorig jaar is, neem ik aan, uiteraard voor de partij. Ja, Guido Kersters uit Amsterdam, die heeft vorig jaar gewonnen. Die is dus tot nu toe zeg maar de Nederlands kampioen. En die hoeft zich dan niet meer in te schrijven. Die is automatisch, heeft hij een plek in die 6 dan. Dus 5 nieuwe deelnemers hebben we nodig.